van Kemmeling. Ja, weer zo'n druilerige dag. Meer dan dat, hoosbuien. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Toevallig kwam ik vandaag uit Utrecht. En ik moet je zeggen dat ik kon op de snelweg niet harder rijden dan 80. En eigenlijk zag ik toen nog niks. Gevaarlijk. Ik dacht nog bij mezelf, ik heb dit niet zo vaak meegemaakt, dat ik zo slecht zicht had. En ik dacht ook bij mezelf, wat zal dat betekenen voor de wateroverlast? Want het was heel erg heftig. Klopt. Ja. Vandaag bent u gastvrouw voor het Klimaatverbond. Ja, dat komt wel dicht bij elkaar, hè, die twee onderwerpen. Ja, nou zeker. En toevallig kwam ik in Utrecht ook uit een bijeenkomst van de Economic Board Utrecht, waar over dit onderwerp gesproken is met ondernemers, bouwers. De commissaris van de Koning was erbij, gedeputeerden, aantal bestuurders. Maar ook de woningbouwcorporaties. En het onderwerp was hoe kunnen wij het klimaat beter dienen door bijvoorbeeld de nul op de meter in woningen verder te brengen. Nou geeft u dus eigenlijk al antwoord op uw eigen vraag. Hoe kunt u dat klimaat verder helpen? Door te gaan met nul op de meter woningen? Bijvoorbeeld, heel belangrijk. Nul op de meter betekent geen energie meer gebruiken. En maatregelen treffen die zodanig zijn dat iedereen zich ook bewust is. Want je kunt dan thuis ook zien hoeveel energie je gebruikt. Iedereen zich bewust is van het effect ervan. En dat is een mooie uitdaging. En ik weet dat er hier in Amersfoort heel veel goede voorbeelden in dat opzicht in de praktijk gebracht worden. Amersfoort heeft een pilot waarbij 2000 woningen in dit proces zitten. Dus dat is best wel ambitieus. Amersfoort wil ook in 2030 een CO2-neutrale gemeente zijn. Nou, dat zijn ambities. Ja. Gaat het goed? Zit u goed op het spoor? We zitten op het goede spoor, maar we realiseren ons wel. En ik denk dat dat het belangrijkste is van alles, dat wij dat niet alleen kunnen. Dat is ook een van de redenen dat wij ook vanmorgen, maar ook vandaag bij het Klimaatverbond met elkaar in gesprek zijn over wie zijn alle spelers in het veld, wat zijn best practices, hoe kun je elkaar enthousiasmeren en vooral hoe kun je de inwoners van je gemeente er zodanig bij betrekken dat de goede ideeën die ze zelf hebben, maar ook misschien de vraag die ze nog niet helemaal in beeld hebben, bij elkaar kunt brengen. En zorgen dat de energie die iedereen eigenlijk er wel in wil steken ook verder gebracht wordt. En hoe komt u dan bij die inwoner waar u uiteindelijk terecht wil? Op heel veel verschillende manieren. Er zijn inwoners die uit zichzelf naar de gemeente toekomen en zeggen ik heb een goed idee, kunnen wij daar wat mee? Wij kunnen zelf de vraag neerleggen en zeggen komt u met een goed idee? We hebben bijvoorbeeld hier in Amersfoort een nieuw initiatief en dat heet het Duurzaamheidsfonds. Duurzaamheidsfonds, dat zegt zoiets als, komt u met goede ideeën en dan kunnen wij kijken of dat idee de moeite waard is om ook door ons ondersteund te worden. Dat prikkelt mensen, dat prikkelt organisaties om erover na te denken. En het brengt een innovatief proces op gang en dat willen we ook graag. Want out of the box denken is vooral in dit onderwerp ook heel belangrijk. Wij kunnen het niet allemaal bedenken als overheid, maar wat we zien is dat mensen, maar ook professionals, zelf heel veel bedenken. Ja, en dat willen we bij elkaar brengen. En moet u dan als overheid nog heel veel moeite doen om die bevolking ervan te overtuigen dat het nodig is? Of helpt dit soort regenbuien als vandaag daar toch ook wel weer een beetje bij? Nou, ik denk dat iedereen zich realiseert dat dit soort buien uitzonderlijk waren, maar niet meer zijn. En dat ze dus de gevolgen van het veranderen van het klimaat aan hun lijf ondervinden. Tegelijkertijd denk ik dat die verbinding tussen, kan ik daar zelf ook wat aan doen om te proberen deze gevolgen van klimaatverandering te reduceren. Misschien dat besef nog niet bij iedereen even sterk geactiveerd is. Een van de dingen die bijvoorbeeld vanmorgen aan de orde was dat bouwondernemers zeggen, wij willen best heel graag iets doen aan het realiseren van nul op de meter woningen, ook voor particuliere huiseigenaren. Maar wij kennen de vraag niet. En ze hebben schaal nodig om het ook financieel aantrekkelijk te maken. En daar ligt de taak voor u? Ja, daar willen wij graag aan meehelpen, uiteraard. Ja. Want het is een gezamenlijk belang. Dank u wel. Graag gedaan.